Deze man kennen we als Arthur. En Arthur heeft een goede linker. Goede speler, hij vrijdag ook. Hè. Een van de betere. Hè. Hij is de reizige man op rechts nu. Maar we krijgen toch nog eens Iris Tomic. Ja. Ja, goede aflegger was het. En dan de paal, denk ik. Jammer, ja. Edu, met de poging. Het eerste kwart van de eerste helft is zonder schade verlopen, maar daar is dan wel de schade. Toch ook via de standaardfase en is het weer Siskala. Die wordt geblokt en die shot van daar binnen. Ja, maakte vrijdag ook al de eerste goal voor Benfica. Ja, en Recha loopt er nu ook tussen. Argentijn. Dat zijn mannen die in de basis stonden. Ja, dat klopt. Oeh, heel jammer. Tweede keer het doelkader. Ze zien wat ruimte. Leo Gugel. Oeh, jongens, jongens. Die is een weggever. Oeh, dat valt mee. Mogen we dat het meevaller noemen, Gonzalo Sobral? Jongen toch, had zomaar de 2-0 binnen te leggen. Grel. Oeh. Nou, redding van Leo Gugel. Dat is relatief centraal, had ik de indruk. Ja, ja. Van Grel. Jelovcic legt hij af voor Gugel. Oh, jawel. 10-1 gelijk. Nou, prachtige goal zeg. Ja, daar hebben ze toch maar mooi zelf afgedwongen bij Anderlecht. En ik zeg nog tegen u, dit durft hij naar de goal shotten. Ja, dat binnen. Net even geprobeerd. Ja? Dat vizier was dan nogal centraal. Maar nu zeg. Buitenkant paal van Joop. Jammer. Ja, dat was blitz. Oeh, jammer. Oeh, Siskala. Ai, 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 het is een weggever. En weer is het Ivan Siskala die scoort. Ai, ai, ai. Ja. Hebben we eigenlijk weinig van dit soort momentjes gehad? Op dit niveau wordt het afgestraft. Ja, zo is hij de meest bepalende speler geworden van Benfica. Ja. En geen aarzeling bij de afwerking, hoor. Nee. Jelovcic. Ja, wel. Oh, goed weggedraaid. Oké, het is goed. Te gemakkelijk, te gemakkelijk. Diego Núñez, doeltreffend. En daarom zeg ik altijd dubbeldekking. Geef dubbeldekking. Ja, qua afwerking, daar was niks mis mee natuurlijk. Nee, maar zie, die spits moet naar hier gaan, die is niet gevaarlijk. Snelle omschakeling als het even kan. Maar belangrijk van de doelman en kijk eens hoe het wordt afgestraft. Arthur scoort terwijl Anderlecht graag op de counter wou prikken. Goed van die keeper, hè? Ja, heel goed knap. Gezien, hè? Het is een verrassende schiet van Diego Roncalio. Ja, en dat niet elke doelpoging die hij ondernam echt evenveel gevaar uitstraalde, is dit wel een straffe verrassing. Ja, serieuze schicht. Ja, een fantastische, overtuigende knal. Grello, de breedlegger. Oeh, dat gekund hoor, nog altijd. Het binnen zijn. Dit was de kans ook nog voor Serginho. Daar is hij weer. Serginho, bij de paal. Vierde keer tegen het kader. Nog eens. Serginho. Dit waren de kansen voor Anderlecht op de 4-3. Anderlecht in de aanval.
met deze goede combinatie. Ja. En dan is daar de 4-3. Jawel hoor. Mooi. Je moet sneller met op deze manier spelen. Ja, zeker. Met veel sneller. Maar ja, goed. Veel sneller. Uiteraard. Goed gedaan. Nog eentje, jongens. Nog eentje. Ga buitenom en woe, jawel. Oh. Dat zijn kansen, jongens. Dat zijn kansen. We gaan toch op de loer, hè.